En samen zijn we de broertjes van de Borg. En zoals jullie zien zijn wij niet alleen, want onze nicht zit naast ons. Veel zie ik niet. Wacht, we zo. Hallo! Dit is onze nicht Laura en zij gaat dus meedoen met ons. En wat gaan wij vandaag doen? En we gaan een schaatsje op 1 minuut proberen op te eten. We denken dat het makkelijk is, maar onze papa zegt dat het niet zo makkelijk is. We zullen zien. Vicky die gaat met de chronometer gaat die timen en als een minuut om in dat zicht te stoppen. En dan zullen we zien wie dat op heeft en wie dat niet op heeft. Hè. Ja, dus we kunnen maar beginnen, hè. Klaar? Ja. Start. Oh, toch. Zou dat nu komen? Nu dan mag ik op. Oh, heb ik nog? Stop. En ik had juist het laatste stukje in mijn mond. Ik wou het juist doorslikken, maar het was tijd. Ja, dus ik heb nog zo'n stukje. Jordi had ook al zo. Maar... Ik heb wel veel gekruimeld. Ja. En nog een klein beetje, onze vriendin die kan keigoed skateboarden. Nou ja. Zullen we het ze niet laten zien? Nu we tips hebben gekregen van papa, gaan we dan nog eens proberen. En misschien gaat dat lukken. Ik hoop het hem. Ja, dus ze gaan weer terug aftellen van start en dan gaat ze weer stop zeggen. En de tips zijn dan nog zo kleine hapjes nemen en dan direct doorslikken, want anders wordt u droog. Want anders wordt uw mond te droog. Dus dan gaat ze maar. Klaar? Ja. Ja. Half een minuut. Nee, oei. Oh, het is veel te hoog. Niet zo van, hè? Dit was een echte modeshow. Mijn haar! Sam, jij weet dat we dat later op uw trouwfeest gaan laten zien, deze hier. Nee. En
En kijk eens goed naar Sam met zijn mooie rode lippen. Hij gaat trouwen. No way. Zij gaat nu skateboarden. Het is te hopen dat ze het goed gaat doen. Jullie zien ze daar. Zo te zien. Woe! Oh nee. Mislukt. Nog een keer. Kom aan! Yo! Yo, doe vol! Is dat nou de tweede keer? Maar nu gaat het lukken, Simmeke. Oké. Okay. Het gaat zich. Ik kan bij stoppen. Nu kan ze het wel. Bravo! Waar is Jorre? Daar is de bekende. Die is al binnen zitten. Maar ze heeft het goed gedaan. De eerste twee. De derde keer is altijd de beste keer.